Dit is Château Bethléem, een beschermd kasteel waar je sinds 2010 kan komen logeren, want hier bevindt zich het Teaching Hotel. Het hotel is een onderdeel van de Hotel Management School in Maastricht. Iedere 10 dagen komen 50 nieuwe eerstejaarsstudenten in het kasteel. Dat betekent, we hebben eigenlijk iedere 10 dagen nieuwe medewerkers, 50 nieuwe medewerkers. En ze gaan in de afdelingen Room Supervision, daar hoort de receptie en het housekeeping daarbij. Also ook de kamers schoonmaken, het restaurant en de keuken. Die vierdejaarsstudenten, die doen die supervisie, die sturen die studenten aan en doen ook management tasks zoals accounting en food control etc. Wat het Teaching Hotel helemaal bijzonder maakt is de niet alledaagse inrichting. Wij willen iets hebben wat een visie is, waar studenten ook stimuleerd werden over andere dingen na te denken. En hebben met Henk Vos, de art director van het hele project, die ook het Kreuzhahn Hotel hier in Maastricht recent hadden verbouwd, bedacht dat wij een groep van designers nemen die ons die eigen visie over de gastvrijheid van de toekomst geven en daarmee iets creëren waar studenten ook heel vroeg in de opleiding in aanraking met conceptual thinking, met design, met creativiteit komen. Zowel gevestigde Nederlandse designers als jonge onbekende talenten mochten een kamer of een ruimte in het hotel inrichten. We zitten nu in Bar Le Coin. Die bar is designed door Bart Hagevoort. Hij heeft hier een plaats gecreëerd in een oude ruimte waar je ook ziet dat het plafond in bepaalde vorm heeft. Die geluidsisolatie is daar ook aangepast. En hij heeft hier geprobeerd met verschillende elementen qua meubels en licht ook ruimte te creëren waar je ontmoet. Het restaurant was een competitie voor studenten van de Design Academie Eindhoven. En daar heeft één student gewonnen en die heeft dan het restaurant gedaan. En die publieke ruimtes zijn van Bart Vos gedaan. En Bart Vos was daar in het begin, zegt hij, wat moet ik nu doen met al die verschillende designs. Maar hij heeft dan eigenlijk een rode draad gecreëerd met die heel minimalistische witte gangen, hetzelfde tapijt, hetzelfde lichtelement. En je ziet dat eigenlijk dat toeleidt naar die verrassing die achter iedere deur zit. We staan hier in de Paper Suite, een kamer van Studio Job. De kamer heeft zijn naam te danken aan de afwerking met papier-mâché. Typisch van deze kamer is de langspeelplaat die hier gedraaid kan worden. Dus de bedoeling is dat men op bed gaat liggen en dan rustig de ogen sluit en alleen luistert naar de muziek. We komen nu hier in kamer 7 van Merx & Giraud. Evelyn Merx is een interior designer in Amsterdam. Haar thema is hard en zacht. Je ziet dat ze met zachte materialien, zoals de tapijt-tegels in verschillende kleuren werkt. Dan ook weer met tegels, met een heel dunne folie die op die muur als een Art wandbehang opgebracht wordt. We hebben heel veel designs die ook extreem zijn. Evelyn Merx is een design wat onze bezoekers heel graag waar ze heel graag in wonen, omdat het toch een makkelijkere design is. Je ziet het later nog, we gaan daarna bijvoorbeeld in de groene kamer van Richard Hutten. Het is een heel ander verhaal. Richard Hutten heeft ook een kamer gedaan waar alles getegeld is, wie een swimmingpool. En waar je een badkamer hebt die een beetje is wie een omkledenkamer in een zwembad. Het is een heel ander verhaal. En mensen, we kijken ook welke gast past bij welke kamer. Maar het is toch altijd een beetje zoeken. De designers kregen carte blanche en dat leverde soms spectaculaire resultaten op. Zoals dus deze groene kamer van Richard Hutte. We zijn hier in de Cut the Crab Suite, een van onze 3 verschillende suites in het hotel. Hierachter is de spiegel en daar zit nog een verrassing achter. Deze kamer beschikt namelijk over zijn eigen wellnessgedeelte.
Dit is de Mindkamer. Het is een onderdeel van vier verschillende kamers van DIDAC. De kamer is ingericht met een bibliotheek. Het is een van de lievelingskamers van mij. Je kunt hier lekker in bad gaan liggen en vervolgens een goed boek lezen en helemaal tot rust komen. De bodykamer van DIDAC biedt dan weer alles voor een workout. En in de krachtkamer kan je creatief aan de slag. En zo zou je bijna vergeten dat we hier in een hotel zijn.